Ja, en Jaap en mij natuurlijk aan tafel. Ik stipte het net al eventjes aan. Als leverancier kun je ook die kok verder helpen met een goede mise en place. Vanuit Enco, vertel, wat kunnen jullie bieden? Nou, Enco, dat kennen denk ik de meeste mensen wel in deze regio. Mm-hmm. Sinds 1960 al op de markt, altijd in Holte gezeten. Alleen sinds 2019 behoren we tot de Van Loon Groep. Dus een bedrijf wat sterk is op het gebied van vlees, maar ook zeer zeker vleesvervangers, visvervangers en ketenconcepten. Waarbij we dus eigenlijk die klant kunnen bijstaan, helpen, ontzorgen. Op het gebied van inspiratie, menu-engineering, maar ook zeer zeker de keuze voor een rauw convenience product, gegaard of eventueel een convenience product waar je nog ruimte hebt voor je eigen handtekening. Ja, want Jess, het veel dus waarmee jullie die kok kunnen ontzorgen en dus ook kunnen helpen om dat allemaal in die avonduren wat rust in die keuken te brengen. Kun jij daar één specifiek ding uitlichten waarvan je denkt, nou dat wil ik graag, dat verdient het podium? Nou, als je gaat kijken naar incourante vleesdelen, die zijn natuurlijk in opkomst. We weten allemaal dat de courante vleesdelen erg kostbaar geworden zijn de laatste jaar. Ja, onder andere. Die ondernemer, ja, als je die wilt informeren en inspireren, dan is het denk ik ook raadzaam om te helpen van, moet je dat vleesdeel nog wel op de kaart zetten? Mm-hmm. Want ja, iedereen wil graag geld verdienen en zijn marges hebben. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld een sous vide gegaard stukje buikspek. Nou, dat kan zelfs met op basis van 1 ster beter leven grondstof. Dat is een langdurig proces. Mm-hmm. Niet iedereen weet hoe je grote stukken vlees langdurig moet garen. Nou, dat ontzorgen, dat kunnen wij als specialisme. Waardoor je toch met het aanbakken, het snijden, de kruiding nog ruimte hebt voor die eigen signatuur. Ja, want dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Als kok zijnde wil je geen eenheidsworst presenteren. Ja. En dan zeg ik nou worst. Maar een ander label van jullie is de Blue Butcher. Ja, als we gaan kijken binnen Van Loon, maar zeker Foodservice Enco, hebben we 2 merken. Dat is het merk Enco. Daar zijn we nu echt een beetje het moderne, nieuwe Enco aan het neerzetten. Aftrap is eigenlijk begin dit jaar geweest. Ga je kijken naar de Blue Butcher. Ja, je kunt er niet meer omheen, ondanks dat wij een vleesverwerkend bedrijf zijn. Om ook vervangers te hebben op het gebied van vlees, maar ook zeer zeker vis, want de Blue Butcher heeft bijvoorbeeld ook no calamara ringen. Ja, dat is wel iets, daar heb je een beeld bij of niet, maar de markt die vraagt op een gegeven moment om alternatieven. Om alternatieven, ja, zeker, duidelijk. En hoe praktisch komt dat dan weer in die keuken terecht? Is dat voorgemarineerd of helemaal klaargestoomd, zo'n heel groot stuk? Wat bied je dan juist aan die chef? Ja, dat kan beide. Kijk, het gros van het assortiment van Enco is gegaard. Mm-hmm. Maar ga je gewoon het traditionele Enco kijken, zoals bijvoorbeeld een schnitzel. Nou, dan kun je de keuze maken. Is hij rauw of is hij gegaard? Nou, gegaard is natuurlijk ook weer een oplossingsgericht. Heeft te maken met drukte, piekmomenten. Ja, juist. Naturel product vind ik persoonlijk als inspirator mooi. Want dan heb je nou net die ruimte voor die eigen handtekening. Want dan kun je met 1 stuk de wereldkeuken aan door middel van je kruiding. Maar we hebben ook producten die zijn al gemarineerd. Dan heb je de keuze uit mild en pittig. Mm-hmm. En dan kun je altijd nog die eigen handtekening, je eigen touch aan. Beetje upspice als nodig. Ja. Ja. Nou, leuk. Mooi. En ja, dan wil ik eigenlijk het liefst een praktisch voorbeeld van jou zien. Heb jij iets meegenomen? Jazeker, dat heb ik. Het ligt hier naast ons, zeg ja, maar dan. Ja, 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 ja. Nee, ik heb meegenomen een sperrip. En die is in dit geval al voorgegaard. Mm-hmm. Nou, wij noemen dat cooked in the back. Dus dat is een kwestie. Dit zou je nog kunnen regenereren in de verpakking. Ja. Alleen persoonlijk vind ik het altijd voor het mondgevoel. Geef ik altijd advies het lekkerste. Als je dit nou regenereert vanuit de verpakking. Dan kun je op het laatst 5 minuten tegen de bereiding. Kun je nog net die eigen touch geven door je eigen glaze. Waarbij je als je echt die sperrib gaat eten. En die valt echt van het bot. Dat het in je mond ligt plakt, dat vind ik persoonlijk heel erg. Dat sticky, hè? Ja, dat sticky, dat is denk ik wel heel erg mooi. Ja, en dit is eigenlijk 80% mise en place. Waarbij je aan die andere kant met je kruiding, eventueel met je garnituren, toch het gevoel kunt hebben van ik bouw daar mijn eigen gerecht. Ja. Dus die eigen handtekening. Ja.